Welkom op. Dit is mijn eerste vlog en ik heb mijn haar vandaag lijnzaadgel gedaan. En het voelt heerlijk en ik ben onwijs blij met het resultaat. Het voelt lekker luchtig en er zit ook nog banana hair food van Garnier in. En dat voelt gewoon heerlijk aan. De reden waarom ik voor de banana hair food heb gekozen is omdat het een natuurlijk product is, vegan. En ik dacht, nou, dat is prima te combineren met de lijnzaadgel. Ik ben begonnen met een co-wash. Ik heb mijn haar schoongemaakt met een conditioner van Garnier. En dat is de argan-olie met cranberry extract. De conditioner voor de kleurverzorging. Nou, ik heb namelijk wel geblondeerde plukken die ik moet verzorgen. Dus ik heb dat gebruikt. Dat was even uitproberen. En ik heb dat gezien bij mijnkrullen.nl. Althans bij Zeen, bij haar YouTube kanaal. Ik zal ook vertellen wat ik gedaan heb. Vooral met beeldmateriaal. Zal ik dat laten zien aan jullie. Dit is mijn eerste do-it-yourself video. Ik heb 50 gram lijnzaad heel en 500 ml water gebruikt. De Zenner handgrip haarborstel. En de Zwitser conditioner. Het haar heeft 2 dagen in een pijnappel gezeten. De Zwitser conditioner is aangebracht vooral dicht op de hoofdhuid. De handgrip haarborstel op de hoofdhuid houden en masseren voor de doorbloeding en vooral om viezigheid en buildup van haarproducten los te maken. Klaar, it's bedtime! Ready to co-wash met de argan-olie conditioner en cranberry extract van Garnier. En een klein beetje leave-in, de banana hair food, ook van Garnier. Het haar in kleine secties verdelen en de lijnzaadgel is met praying hands aangebracht. Ik heb een gewone borstel gebruikt om de lijnzaadgel goed te verdelen en eventuele klitten eruit te borstelen. De squeeze to condition techniek toegepast om de lijnzaadgel met een beetje banana hair food goed in te laten trekken. 30 minuten ploppen en hiervoor heb ik een microvezelhanddoek gebruikt. Ik heb mijn diffuserproces voor jullie gefilmd, hoe ik het doe. Ik heb eerst ons boven gedaan en heb ik eerst de voorste laag heb ik gepakt en daarna de achterste laag. En dat de krullen op de diffuser te leggen. Het staat overigens uit. Ik zet de krullen erin en ik plaats hem zeg maar op mijn hoofd. En dan pas zet ik hem aan en ik heb op blauwe strand gezet. Mijn diffuser heeft wel een cool shot stand, maar dat was eigenlijk niet nodig, want ik vond hem wel, ja, eigenlijk wel cool. Het is trouwens een hele goede diffuser. De, ja, hoe zeg dat, tanden, die staan naar buiten toe. En dat is de reden waarom ik pas als het helemaal erop zit, dan pas aanzet. Zodat er weinig pluisvorming plaatsvindt eigenlijk. Ik heb het hele proces versneld gefilmd. Ik heb er in real-time 45 minuten over gedaan. Dat heeft te maken ten eerste dat ik pas een diffuser in huis heb. Dit is de tweede keer dat ik het gebruik. Ten tweede, ik heb veel haar. Ten derde, ik gebruik de lauwe stand. En ten vierde, ik wil graag mijn haar droog diffusen. Even checken wat de status is. Het haar is vooral dichtbij mijn hoofdhuid nog vochtig. Mijn haar aan de ene kant gedaan en dan weer aan de andere kant. Heb ik gecheckt of er nog natte plekken waren.
natte haarstrengen. Dat was ook inderdaad zo. En die heb ik nog even meegediffused. En ik heb er even gekozen om het zo droog mogelijk te diffusen. Scrunch out the crunch. Alles is droog en het haar breng ik in model. Er is wat pluis bovenop mijn hoofd te zien en hier smeer ik nog een beetje lijnzaadgel op. Hier pas ik de fingercording toe. Luistert wel een klein beetje. Maar ik vind dat niet erg. Ik denk dat dat wel zo erbij hoort. Ik heb overigens de lijnzaadgel in de koelkast bewaard. Ik heb pepermuntdruppels erin gedaan voor de geur. En het ruikt wel heerlijk. Even kijken. Nou, mijn haar ruikt eigenlijk nergens naar. Je zou denken misschien een beetje banaan of een beetje pepermunt. Maar ik ruik gewoon echt niks. Dus ja, dat valt op zich wel heel erg mee.